deze nieuwsopname, uitzending. Is het nou opgenomen of uitgezonden? Grapje. Ja, de vorige die heb ik weggegooid. Dat doe ik wel vaker hoor. Dan luister ik het na en dan denk ik van... Dus ik doe het maar even overnieuw. Deze serie van uitzendingen die gaat over Alan Watts. En hoe je het spelt en hoe zijn website heet, dat staat in de titel of in de descriptiebox. In het beschrijvingsvak. Ik doe dit omdat het mij een goed idee lijkt dat veel mensen hiernaar gaan luisteren. Naar Alan Watts dus. En waar ik het vandaag over wil hebben, is dat Alan Watts weet dat dat gedoe over buitenaards leven, dat slaat nergens op. En Alan Watts weet dat ze dat gedoe hebben verzonnen om ons angst aan te jagen. Van nou, het zal toch niet waar zijn? Er komen van die rare wezens met kanonnen en hele aparte vuurwapens. En dat werkt op atoomenergie en dan gecombineerd met elektriciteit. En ja, ze zien er heel lelijk uit. Ja, je zou je dochter niet willen laten zwanger maken door zo'n half reptiel. Nou, laat ik jullie dan even uit de droom verlossen. Er bestaat zoiets als de objectieve werkelijkheid. Een auto die kan geen 3000 km per uur. Dat kan niet. Een mens kan niet 50 meter hoog springen. Dat kan niet. Ja, dat zeg je nou, Piri, maar het is nog nooit gebeurd. Maar dat betekent niet dat het niet kan. Nou, ik zeg dat het niet kan. De wereldkampioen hoog springen, dat, wat staat dat, op 2,10 meter of zo? Ja, maar met een raket, Tom. Ja, dan kan je hoger, dat denk ik wel, ja. Maar hoe hoog kan je dan? 300 meter? Nou, vliegtuigen vliegen op, wat is het ook alweer, 10 kilometer hoogte? Ja, dat is dus kennelijk ook te doen. Nou, het kost wel een partij brandstof, hoor. Ja, maar toch blijf ik erin geloven dat je bang kan zijn en kan worden van het begrip dat er buitenaardse wezens hier de boel komen overnemen. Ja. Nou, ga er maar kijken naar Hannibal the Cannibal of kijk naar Halloween. Vooral die eerste is erg mooi. Maar dat kan niet. Buitenaards leven. Het is niet onmogelijk dat het er is. Het is wel onmogelijk dat het hier naartoe komt. Want je praat over een afstand. Ja, maar als ik naar mijn oma ga in Limburg, dat kan ik ook hoor. En dat is ook een hele grote afstand. Ja, maar dan heb je onderweg, kan je koffie drinken en benzine bijtanken. Dat is erg belangrijk als je naar het zuiden van Limburg gaat. Maar de afstand van ons naar de zon, dat is 6 lichtminuten. En de lichtsnelheid is 300.000 kilometer per seconde. Dus, nou, dat keer 6 is dan 1800.000 kilometer. En dat nog keer 60. Nee, 6 minuten. Ja, precies. 6 minuten keer 60 seconden. Dus dat moet nog een keer 60. En dan ben je bij de zon. Ja, dan ben je nog helemaal nergens. Want het heeft geen enkele zin om naar de zon te gaan.
Dan moet je dus meer dan een miljoen kilometer gaan reizen. Kijk, Limburg ligt op, vanaf mij gemeten, 300 kilometer maximaal. Dan heb je het allerzuidelijkste puntje te pakken. En je kan ook wandelen vanaf Pieterburen naar de Pietersberg. Dat heet het Pieterpad. Dat kan je ook doen. 300 kilometer, nee, 400 denk ik. Nou, dat is te overzien. Maar 300.000 kilometer in 1 seconde. Wauw. Even los van de snelheid. Maar 300.000 kilometer die je moet afleggen voor de eerste seconde. En dan ben je nog niet eens bij de zon. Moet je 60 keer dat en dan ben je op een afstand zoals gemeten is van de aarde naar de zon. En er is een ster en die heet Alpha Centauri en die zit op een eindafstand, man. En bij Alpha Centauri is niks. Dus hoe kunnen die aliens naar ons toekomen? Dat kan helemaal niet. Ja, maar dat komt omdat jij denkt in de klassieke mechanica. En inmiddels leven wij in de 21ste eeuw en dan kan er van alles. Ja. H.G. Wells. H.G. en dan wel en een dubbel L en een S. Die begon er al mee. De Marsmannetjes komen eraan. Ja, tegenwoordig gelooft geen hond er meer in. Dus nu hebben we een echte buitenaardse nodig die van, ik weet niet waar vandaan komen. Die moeten zich voortbewegen in een vacuüm. Ook nog een keer. Ja, maar een vacuüm geeft heel weinig weerstand. Dus dat is extra handig als je je wil voortbewegen. Ja, maar dat betekent dat een aandrijvingsmotor, daar heb je niks aan. Want waar moet die uitlaat dinges, waar moet het tegenaan gaan? Als je een Ferrari 300 SEC, die breng je in het luchtledige en dan doe je vroom, 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 vroom. En dan gaan die wielen wel in de rondte draaien. Maar die auto gaat niet vooruit. Waarom? Nou, Perry, dat is heel makkelijk. Want als de wielen draaien, gaat de auto vooruit. Ja, hier op aarde. De aarde biedt weerstand. En een vliegtuig, een propellervliegtuig bijvoorbeeld. Dan heb je gewoon die wieken, net als een molen. En die draaien dan in de rondte. Op kerosine gebruiken ze dan. Of N2O. Ja, de N2O. Maar zonder atmosfeer, hoe ga je je verplaatsen? Een grote vraag hoor. Want het staat vast dat wat wij atmosfeer noemen, dat bestaat uit een aantal lagen en die zijn verschillend van aard. Ja, dat is om de aarde, maar er is geen atmosfeer tussen de buitenste laag van onze atmosfeer en de maan bijvoorbeeld. Dus hoe moet je naar de maan gaan? Met een roltrap? Nou, Perry, nu maak je een grapje. Nee, ik maak helemaal geen grapje. Ik stel je de vraag. Hoe moet je naar de maan gaan? Ja, maar met een raket. En dan heb je, ja, dan gooi je al die moleculen aan de achterkant eruit. En dan actie is min reactie. Dat is de wet van Newton. Dat weet je toch wel, Perry? Ik zei, ja, je gooit die moleculen eruit en die verdwijnen in het vacuüm. Die worden opgezogen. Ja, staat hartstikke stil, man. Ja, maar moet je begrijpen, Perry, dat die aliens, die buitenaardse wezens, die hebben technieken en die kennen wij niet. Oh,
Nou, dat zou apart zijn, ja. Ja, en die komen eraan, hoor. Het kan wel. En ik vind het beste angstaanjagend. Ja, het kan helemaal niet. Dus wees er niet bang voor. Dat slaat nergens op. Ik weet nog op een avond dat mijn dochter, die wilde niet slapen. En die zat te janken. En ik naar beneden toe. Zij sliep in het souterrain. Of wij sliepen in het souterrain. En zij had haar eigen kamer. Ik naar haar toe. En van, wat is er nou weer aan de hand? Ja, zei ze, er is een krokodil. En die komt uit de badkamer. Maar die komt alleen als jij weg bent. Ja. Ja, je bent bang voor niks. Ik heb toen tegen mijn dochter gezegd. Van, nou, als die krokodil eraan komt. Dan moet je heel hard gaan roepen. En dan pak ik hem. Dan gaan we die verkopen. Aan een dierentuin of een schoenenwinkel. Want daar schijn je hele mooie schoenen van te kunnen maken, hoor. Van krokodillenleer. Ze schijnen ook lekker te zijn ook. Je kan op YouTube kan je filmpjes zien. Van, hoe maak je een fijne curry met koriander en komijn. En, ook nog verse koriander op het laatst erbij. Geel wortelkruid natuurlijk. En dan beginnen met geklaarde boter en uien. En dan krokodillenvlees erin. Dus we verkopen de krokodillenhuid aan de schoenmaker. Even maar, hoedemaker. En dat vlees, dat gaat naar de slager. En we delen de opbrengst. Het enige wat jij hoeft te doen, dat is alarm te brullen. Dan kom ik naar beneden. Ik vang die krokodil. En dan gaan wij wat geld maken. Dat is Amerikaans of Engels. Hè? We're gonna make some money. En mijn dochter zo van oké. Nou, die viel toen in slaap. Ja, dat zijn kinderlijke nachtmerries of zo. Maar wij zitten te kijken naar al die maffe films met aliens. En waarom? Waar slaat het op? Huh? Als je wil weten van een alien, nou moet je even kijken naar koning Willem-Alexander. Dat is een alien. Die gaat eens per jaar op bezoek bij Il Papa. De paus. En dan hoeft hij een jaartje lang niet te komen. Maar dan moet wel Mark Rutte moet langs gaan. Of hoe heet die persoon die tegenwoordig onder de paus staat. Ja, precies, Perry, want als ik kijk naar de paus, dan denk ik, waar is die man geboren? Nou, de huidige paus, die is geboren als Jorge Mario Bergoglio. Die heeft de functie bekleed van de hoogste jezuïeten, van de jezuïetenorde en daarvan de baas. Maar dan regionaal, alleen in Argentinië. En onder zijn toezicht oog zijn er 30.000 à 35.000 Argentijnen, waaronder vrouwen, gechopt. Nou, dan ben je toch een alien als je zoiets doet als Jorge Mario Bergoglio. En die heet nu Franciscus de Eerste. Ja, dat is een alien. In die zin, hij is niet in deze wereld. De christenen zouden zeggen, hij is niet in deze wereld, hij is van deze wereld. Want we zijn omringd met aliens. Mensen die gaan voor de barbecue en het seks hebben met een, wat op dat moment lijkt, een interessante, aantrekkelijke, intelligente vrouw. Want ze heeft 2 billen en 2 borsten. En een mollig buikje. En de knietjes kunnen omhoog. Ah, je kent het allemaal wel. Deze nieuwsopname, uitzending, is het nou opgenomen of uitgezonden? Grapje. Ja, de vorige, die heb ik weggegooid. Dat doe ik wel vaker, hoor. Dan luister ik het na en dan denk ik van, Dus ik doe het maar even overnieuw. Deze serie van uitzendingen, die gaat over Alan Watts.
van hoe je het spelt en hoe zijn website heet, dat staat in de titel of in de descriptiebox. Zo. In het beschrijvingsvak. Ik doe dit omdat het mij een goed idee lijkt dat veel mensen hiernaar gaan luisteren. Naar Alan Watt dus. Hè. En waar ik het vandaag over wil hebben is dat Alan Watt weet dat dat gedoe over buitenaards leven, dat slaat nergens op. En Alan Watt weet dat ze dat gedoe hebben verzonnen om ons angst aan te jagen. Van nou, het zal toch niet waar zijn? Er komen van die rare wezens met kanonnen en hele aparte vuurwapens. En dat werkt op atoomenergie en dan gecombineerd met elektriciteit. En ja, ze zien er heel lelijk uit. Ja, je zou je dochter niet willen laten zwanger maken door zo'n half reptiel. Nou, laat ik jullie dan even uit de droom verlossen. Er bestaat zoiets als de objectieve werkelijkheid. Een auto die kan geen 3000 km per uur. Dat kan niet. Een mens kan niet 50 meter hoog springen. Dat kan niet. Ja, dat zeg je nou, Perry, maar het is nog nooit gebeurd. Maar dat betekent niet dat het niet kan. Nou, ik zeg dat het niet kan. De wereldkampioen hoog springen, dat is, wat staat het, op 2 meter 10 of zo? Ja, maar met een raket, Tom. Ja, dan kan je hoger, dat denk ik wel, ja. Maar hoe hoog kan je dan? 300 meter? Nou, vliegtuigen vliegen op, wat is het ook alweer, 10 kilometer hoogte? Ja. Dat is dus kennelijk ook te doen. Nou, kost wel een partij brandstof, hoor. Ja, maar toch blijf ik erin geloven dat je bang kan zijn en kan worden van het begrip dat er buitenaardse wezens hier de boel komen overnemen. Ja. Nou, ga dan maar kijken naar Hannibal the Cannibal of kijk naar Halloween. Vooral die eerste is erg mooi. Maar dat kan niet. Buitenaards leven. Het is niet onmogelijk dat het er is. Het is wel onmogelijk dat het hier naartoe komt. Want je praat over een afstand. Ja, maar als ik naar mijn oma ga in Limburg, dat kan ik ook hoor. En dat is ook een hele grote afstand. Ja, maar dan heb je onderweg, kan je koffie drinken en benzine bijtanken. Dat is erg belangrijk als je naar het zuiden van Limburg gaat. Maar de afstand van ons naar de zon, dat is 6 lichtminuten. De lichtsnelheid is 300.000 kilometer per seconde. Dus, dat keer 6 is dan 1800.000 kilometer. En dat nog keer 60. Nee, 6 minuten. Ja, precies. 6 minuten keer 60 seconden. Dus dat moet nog een keer 60. En dan ben je bij de zon. Ja, dan ben je nog helemaal nergens. Want het heeft geen enkele zin om naar de zon te gaan. Dan moet je dus meer dan dan moet je een miljoen kilometer gaan reizen. Kijk, Limburg ligt op, vanaf mij gemeten, 300 kilometer maximaal. Dan heb je het allerzuidelijkste puntje te pakken. En je kan ook wandelen vanaf Pieterburen naar de Pietersberg. Dat heet het Pieterpad.
Dat kan je ook doen. 300 kilometer, nee, 400 denk ik. Ja, dat is te overzien. Maar 300.000 kilometer in 1 seconde. Wauw. Even los van de snelheid. Maar 300.000 kilometer die je moet afleggen voor de eerste seconde. En dan ben je nog niet eens bij de zon. Moet je 60 keer dat en dan ben je op een afstand zoals gemeten is van de aarde naar de zon. En er is een ster en die heet Alpha Centauri en die zit op een eindafstand, man. En bij Alpha Centauri is niks. Dus hoe kunnen die aliens naar ons toekomen? Ja, dat kan helemaal niet. Ja, maar dat komt omdat jij denkt in de klassieke mechanica. En inmiddels leven wij in de 21ste eeuw en dan kan er van alles. Ja. H.G. Wells. H.G. en dan wel en een dubbel L en een S. Die begon er al mee. De Marsmannetjes komen eraan. Ja, tegenwoordig geloof geen hond er meer in. Dus nu hebben we een echte buitenaardse nodig die van, ik weet niet waar vandaan komen. Die moeten zich voortbewegen in een vacuüm. Ook nog een keer. Ja, maar een vacuüm geeft heel weinig weerstand. Dus dat is extra handig als je je wil voortbewegen. Ja, maar dat betekent dat een aandrijvingsmotor, daar heb je niks aan. Want waar moet die uitlaat dinges, waar moet het tegenaan gaan? Als je een Ferrari 300 SEC, en die breng je in het luchtledige en dan doe je vroom, 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 vroom. En dan gaan die wielen wel in de ronde draaien, maar die auto gaat niet vooruit. Waarom? Nou, Perry, dat is heel makkelijk, want als de wielen draaien, gaat de auto vooruit. Ja, hier op aarde. De aarde biedt weerstand. En een vliegtuig, een propellervliegtuig bijvoorbeeld. Dan heb je gewoon die wieken, net als een molen. En die draaien dan in de ronde, op kerosine gebruiken ze dan. Of N2O. Ja, de N2O. Maar zonder atmosfeer, hoe ga je je verplaatsen? Een grote vraag hoor. Want het staat vast dat wat wij atmosfeer noemen, dat bestaat uit een aantal lagen en die zijn verschillend van aard. Ja, dat is om de aarde, maar er is geen atmosfeer tussen de buitenste laag van onze atmosfeer en de maan bijvoorbeeld. Dus hoe moet je naar de maan gaan? Met een roltrap? Nou, Perry, nu maak je een grapje. Nee, ik maak helemaal geen grapje. Ik stel je de vraag. Hoe moet je naar de maan gaan? Ja, maar met een raket. En dan heb je, ja, dan gooi je al die moleculen aan de achterkant eruit. En dan actie is min reactie. Dat is de wet van Newton. Dat weet je toch wel, Perry? Ik zei, ja, je gooit die moleculen eruit en die verdwijnen in het vacuüm. Die worden opgezogen. Jij staat hartstikke stil, man. Ja, maar moet je begrijpen, Perry, dat die aliens, die buitenaardse wezens, die hebben technieken en die kennen wij niet. Oh, ja, dat zou apart zijn, ja. Ja, en die komen eraan, hoor. Het kan wel. En ik vind het best angstaanjagend. Ja, het kan helemaal niet. Dus wees er niet bang voor. Dat slaat nergens op. Ik weet nog op een avond dat mijn dochter, die wilde niet slapen en die zat te janken. En ik naar beneden toe. Zij sliep in het souterrain. Of wij sliepen in het souterrain en zij had haar eigen kamer.
weer naar haar toe. En van, wat is er nou weer aan de hand? Ja, zei ze, er is een krokodil. En die komt uit de badkamer, maar die komt alleen als jij weg bent. Ja. Ja, je bent bang voor niks. Ik heb toen tegen mijn dochter gezegd van, nou, als die krokodil eraan komt, dan moet je heel hard gaan roepen. En dan pak ik hem. Dan gaan we die verkopen aan een dierentuin of een schoenenwinkel. Dan schijn je hele mooie schoenen van te kunnen maken, hoor, van krokodillenleer. Ze schijnen ook lekker te zijn ook. Je kan op YouTube kan je filmpjes zien van hoe maak je een fijne curry met koriander en komijn. En ook nog verse koriander op het laatste erbij. Geel wortelkruid natuurlijk. En dan beginnen met geklaarde boter en uien. En dan krokodillenvlees erin. Dus we verkopen de krokodillenhuid aan de schoenmaker. Even maar hoedemaker. En dat vlees dat gaat naar de slager. En we delen de opbrengst. Het enige wat jij hoeft te doen, dat is alarm te brullen. Dan kom ik naar beneden. Ik vang die krokodil. En dan gaan wij wat geld maken. Dat is Amerikaans of Engels. Hè? We're gonna make some money. En mijn dochter zo van, oké. Nou, die viel toen in slaap. Ja, dat zijn kinderlijke nachtmerries of zo. Maar wij zitten te kijken naar al die maffe films met aliens. En waarom? Waar slaat het op? Als je wil weten van een alien, nou moet je even kijken naar koning Willem-Alexander. Dat is een alien. Die gaat eens per jaar op bezoek bij Il Papa. De paus. En dan hoeft hij een jaartje lang niet te komen. Maar dan moet wel Mark Rutte moet langs gaan. Of hoe heet die persoon die tegenwoordig onder de paus staat. Ja, precies, Perry. Want als ik kijk naar de paus, dan denk ik, waar is die man geboren? Nou, de huidige paus die is geboren als Jorge Mario Bergoglio. Die heeft de functie bekleed van de hoogste jezuïeten, van de jezuïetenorde en daarvan de baas. Maar dan regionaal. Alleen in Argentinië. En onder zijn toezicht oog zijn er 30.000 à 35.000 Argentijnen, waaronder vrouwen, die gechopt. Nou, dan ben je toch een alien als je zoiets doet als Jorge Mario Bergoglio. En die heet nu Franciscus de Eerste. Ja, dat is een alien. In die zin, hij is niet in deze wereld. De christenen zouden zeggen, hij is niet in deze wereld, hij is van deze wereld. Want we zijn omringd met aliens. Mensen die gaan voor de barbecue en het seks hebben met een, wat op dat moment lijkt, een interessante, aantrekkelijke, intelligente vrouw. Want ze heeft twee billen en twee borsten. En een mollig buikje. En de knietjes kunnen omhoog. Ah, je kent het allemaal wel. Voor hen zouden we angst moeten hebben. En dat hebben we niet. Een beetje iedereen die je kent, die is hartstikke blij als hij een stemenvelop in de bus krijgt. Van, oh, dan mag ik gaan stemmen. Nou, ik vind die Jorge Mario Bergoglio, wat jij zegt, Perry, van die heeft 35 mensen van zijn eigen burgerbevolking laten vermoorden. Ik vind dat zo iemand hoort er wel bij. Nee, het is een alien. Het is een buitenaards wezen. Hij is van deze wereld. En de mensen die van deze wereld zijn, die hebben een gedrag, jongen. Oh. Jorge Mario Bergoglio, die heeft dan een decreet uit laten gaan. Nee, dat is pauselijk. Dat is niet echt. Maar hij heeft verordeneerd.
dat elke medewerker van zijn organisatie, dat is de katholieke kerk, die moest zich terugtrekken uit de sloppenwijken. Want een aantal van de medewerkers van de katholieke kerk, die hadden de gelofte van armoede serieus genomen. Ja, en iets serieus nemen, ja, daar houdt Jorge Mario Bergoglio niet van. Die denkt van, nou, ik heb er 35.000 ongeveer laten vermoorden. En nu de rest nog. Ja, maar ik vind het wel leuk om op tv te kijken naar Urbi et Orbi met Pasen. En maar Pasen is helemaal geen christelijk feest. Ja, Perry, maar de paus heeft wel altijd zo'n kruis en zo, en met Jezus eraan. En nou, dat is dus wel christelijk. En ik vind dat je dit erg beledigend zegt, Perry. Nee, ik spreek de waarheid. Jorge Mario Bergoglio heeft toegezien op massamoord. En Jorge Mario Bergoglio die weet ook dat zijn organisatie in Kroatië in de periode 1941 of 43 of 42, pin me er niet op vast, 1 miljoen mensen laten. En over die eigen medewerkers die dan moesten terugtrekken uit de sloppenwijken, van we gaan even stoppen met de gelofte van armoede. En er waren er een aantal en die zeiden tegen Jorge Mario Bergoglio van ja, ja, ik weet niet wat de Spaanse vertaling is van het woord fuck you. Op zijn Nederlands is het fok jou. Maar die gaven geen gehoor. Ja. Het waren, ging om 105 medewerkers. En 100 daarvan waren mannen. En die zijn, nou, denk ik, gemarteld en toen chop chop. Die vrouwen, die hebben ze nog lekker een beetje een vakantie in roompot bezorgd. En toen chop chop. Ja, dat zijn de aliens. En de aliens, dat zijn ook de mensen om ons heen die ja, het wel leuk vinden dat de paus er is. In 2015 ging de paus een toespraak houden voor het. Het heet het ook alweer. Dan komt het congres, wat een beetje lijkt op onze Tweede Kamer. En de Senaat, wat een beetje lijkt op onze Eerste Kamer. Maar het zit iets anders in elkaar. In ieder geval, als je denkt aan Nederland, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, allemaal op een stoeltje zitten, zonder kussentje. En dan gaat Jorge Mario Bergoglio aan ons vertellen. Ik ben toezichthouder geweest op een massamoord in Argentinië. En dat vond ik hartstikke leuk. Daar heb ik geen spijt van. Ik ga ook geen sorry zeggen en al helemaal geen schadevergoeding betalen. Want die mensen zijn dood. Ja. Het geld wat wij te goed hebben van Jorge Mario Bergoglio en zijn fijne vrienden. Je had zo'n karakter, dat heette Robin Hood. Robin Hood. De stelende dief betekent dat. En de paus is ook een Robin Hood. Alleen, die steelt alleen. Die steelt slechts van de middenstand. Maar we krijgen geen cent terug van die mensen. Ja, zij beweren dat ze de baas zijn van deze wereld. Ja. En denk nou eens terug aan al die alienfilms die je hebt gezien. Het gaat toch allemaal over die aliens, die buitenaardse wezens die de aarde willen overnemen. Ja, dan hoef je niet verder te kijken dan Jorge Mario Bergoglio. Ik hoop dat mijn Spaans een beetje goed eruit komt. Bergoglio. Bergoglio. Dat zijn ook allemaal aliens. De moeder van mijn kind die heeft tegen mij gezegd van ja, als jij nou eens de deur uitgaat, dan heb ik de woning voor mezelf. En dan betaal jij fijn alimentatie en ik ga ervoor zorgen, proberen, dat je zoveel mogelijk alimentatie gaat betalen. En ja, die spullen die krijg je niet mee, want die zijn van mij en mijn kind. Dat zijn aliens. Thank you.
hele gevaarlijke mensen. De mensen die dat gedrag van de moeder van mijn kind logisch vinden. Ja, dat hoort erbij. Kijk, je moet goed beseffen, Perry, dat die vrouwen, die hebben onderhoud nodig. Die moeten onderhouden worden. En daarvoor hoeven vrouwen niet veel te doen. Want er zijn het vrouwen voor. Mogen ze ook jouw kind opstoken tegen jou? Dat vindt iedereen oké. Okay. Hey, we zitten onder de aliens. En Alan Watt kan je daar heel veel over vertellen. Over H.G. Wells. W-E-L-L-S. Is dat niet dat nummer? The War of the Worlds? De oorlog tussen de werelden? Er is helemaal geen oorlog tussen werelden. Behalve dat je de wereld hebt van een Jorge Mario Bergoglio. En mensen zoals ik, die dat helemaal niet goed vinden. Iemand die zeggenschap had, die had het aan de grote klok moeten hangen. Van er worden hier Argentijnse burgers vermoord en ook medewerkers van mij. Maar dat heeft hij helemaal niet gedaan. En iedereen vindt dat prima. Lach, joh. En dan kijken wij naar films. Ik ben nu aan het kijken naar Battleship op Netflix. Zo kom ik er ook op. Dat is weer zo'n alien attack. En die gaan nooit dood. En ze hebben de beste machines. En laserstralen. En dan iemand van ons die gaat er tegenin. En in Battleship heet dat karakter Hopper. Nee, er zijn geen aliens, mensen. Wat er is, is bangmakerij. En gezinnen kapot maken. Want waarom zou je dat doen? We hebben hier een wereldregering. Die is er al, hoor. Ze spreken over de nieuwe wereldorde. Nou, dat is een fars. Dat is het Nederlandse woord voor fars. Dat is namaak. Dat is een grapje. Die wereldorde is er al lang, man. En die 30.000 die Jorge Mario Bergoglio heeft laten vermoorden in Argentinië. Nou, vergeleken met de rest is dat peanuts. Vandaar dat Jorge Mario Bergoglio ook zo lekker met zo'n smile en met zo'n keppeltje op zijn hoofd. Op zijn, dat is je kruinchakra, by the way, dat je dat ook even weet. Een mens heeft een aantal chakra's, 5 of 7. Kies maar wat je wil. En je onderste chakra is je Muladhara. En je bovenste chakra is je kruinchakra. En dat doet Jorge Mario Bergoglio lekker zijn kruinchakra bedekken met een keppeltje. Dan zegt hij, je moet mij niks kwalijk nemen, want het gaat in totaal over ongeveer 500 miljard aan dode mensen. Waarvan 250 miljard, daar zaten vrouwen tussen. En die hebben we eerst nog verkracht. Maar in Argentinië ging het maar om 35.000 mensen, hoor. Dus tegen mij kan je wel aardig doen en stuur me vooral bloemen met Pasen. En wij vinden dat leuk. Verdienen wij dan wel? Misschien moeten wij mensen, die zijn zoals ik, en, ik weet hoeveel 1 plus 1 is. Dat is namelijk 1. Dus 1 plus 1 is 1. Belangrijke hoofdwet uit de logica. En zowel de conjunctie van 1 of 1. Of dat je zegt 1 en 1. Het is allebei 1, hoor. Zo. 1 plus 1 is 1. Dus ik ben ongelooflijk intelligent. Dat snap ik wel. Maar je hoeft toch niet intelligent te zijn om te weten dat als je 35.000 mensen van de eigen bevolking laat choppen. Een marteldood. En die zijn weggegooid boven de oceaan uit vliegtuigen om die... Die lijken, die gingen levend het vliegtuig uit, volgens mij. Die werden eruit geduwd. Ja, dat overleef je niet.
vliegt zo'n vliegtuig op een kilometer hoogte, zullen we zeggen. Nou, man, je slaat met je lichaam tegen de golven van de zee aan met een snelheid van 500 kilometer per uur of zo. 1000. Gaat hard, hoor. Als je geen parachute bij je hebt. Ja, maar het waren maar 35.000 mensen, zegt Jorge Mario Bergoglio. En ik vind het eigenlijk ook. Het waren er maar 35.000. Ja, in totaal praat je over 500.000. Ja, maar Perry, hoe weet je dat nou? Ja, dat weet ik. En wat is jouw bronvermelding dan? Nou, het boek der martelaren. Van, hoe wil je die ook weer? The Book of Martyrs. Nou, nu irriteer ik mij een beetje, dus ik ga het even opzoeken. Waarom niet? Ja. Oh, wees rustig, niks aan de hand. Ik ben geen onheilsprofeet. Ik zeg gewoon dat de huidige situatie niet te pruimen is voor iemand zoals ik. Die dat echt belangrijk vindt. Dat je niet andere mensen vermoordt. Book of Martyrs. Komt hij al? Ja, heb ik hem. Dat is geschreven door Odo Fox. Foxes. Ja, John Fox heet hij. Het kost €16,99 bij bol.com. Maar er is er ook nog één. Even kijken, wat is dit dan? The Original Classic. Ja, dus die oude, die klassieke, die kost €7.01. Ja. Nou, ja, lees die maar. En als je nog meer wil weten, dan moet je luisteren naar Jurk Griesman. Ja, maar hoe kan ik dat vinden op internet? Nou, heb je een toetsenbord en een muis? Jurk Griesman. J-O-R-G, zou ik het proberen. En anders J-O-umlaut, want het is eigenlijk met een umlaut. Dus je kan ook spellen J-O-E-G-R-G. Dat mag ook. Ga maar luisteren naar Jurk. Dat zijn de aliens. En ze maken ons tot alien. Onze kinderen worden tot alien gemaakt. Vreemden, moet je zeggen. Want dat is vreemd wat Jorge Mario Bergoglio heeft gedaan, terwijl hij die fijne functie had voor de katholieke kerk. Dat is bijzonder. Iedereen achter hem aanlopen. En dat vind ik zo mogelijk nog vreemder. Ik snap niet waar jullie die liefde voor moordenaars vandaan halen. Hoe kan je nou, als je John Fox zijn boek Der Martelaren hebt gelezen, dat je denkt van, oh, wat leuk. En dan gaan we nu barbecuen. Ja, met wat? Kindervlees? Ja, maar Perry, nu doe je heel ingewikkeld, want daar ga je er ook kindermishandeling bij betrekken. En je weet dat bij de katholieke kerk wordt daar heel erg zorgvuldig en medelijdend, net als Christus Jezus, mee omgesprongen. Van ja, je hebt 30 kleuters, heb je. Daar is dat mooie lied van gemaakt, toch, Perry? Kan je het nog even zingen? Ja, ik ken het lied wel. Stop een kleuter op je leuter en haal hem heen en weer. En gaat zo'n kleintje krijzen, dan geniet je des te meer. Ja, dat moet vergeven worden, Perry. Dat zegt Jezus toch? Nee, dat heeft Jezus helemaal niet gezegd. Hoe kom je erbij? Smeer lap.
Ik sprak een keer een man op een terras en die zei dat hij wel katholiek was, maar hij geloofde niet in deze paus. Ja, dat is een begin, hè? Zeg, kijk maar even op mijn kanaal. Nou, ik kreeg van hem een Facebook terug en die zegt me, ja, dat soort beledigende dingen over Jorge Mario Bergoglio, dat pik ik ook niet. Ik wilde alleen maar zeggen dat er een betere paus kan komen dan Jorge Mario Bergoglio. Dus hij bedoelde waarschijnlijk, hij zoekt een paus die niet 35.000 mensen heeft laten vermoorden onder zijn toeziend oog. Maar hij zoekt een paus die 3 miljoen mensen heeft laten vermoorden. Want dat helpt tegen de overbevolking. Ja, man. Ja, dat is een mooie wereld waarin we leven. Mm-hmm. Hij wilde ook geen contact meer met mij. Hij zei van, je hoeft niet te antwoorden op deze post. Op Facebook had hij dan mijn pagina gezet. Of een bericht gestuurd. Maar ik ben klaar met jou. Ja, natuurlijk, jongen. En ik vind ook als mensen zichzelf en masse willen laten vermoorden door de katholieke kerk en alles wat erbij hoort. Ja, wie ben ik om ze tegen te houden? Dat zijn allemaal aliens, man. Zo'n nieuw fenomeen, dat heet alleenstaande moeder. Ja, zo. Het is inmiddels, alleenstaande moeder, dat is een nieuw begrip. Hè? Het is vooral begonnen toen die organisatie van de paus, de katholieke kerk dus, die heeft de scheidingswetgeving een beetje aangepast. Want dat was zo zielig voor die vrouwen. Oh, wat zijn die vrouwen zielig. En dan denken al die vrouwen, ja, doe mij maar een scheiding. Dan krijg ik de helft van zijn kapitaal en ik krijg een maandelijkse bijdrage van hem. En voor zover dat niet genoeg is, dan wordt het aangevuld door de organisatie die onder de organisatie staat, die onder momenteel Paus Franciscus de eerste staat. Dat is Jorge Mario Bergoglio. Die vrouwen denken, ja, kom op met die pon. Dan trap je die kerel de deur uit. Dat geeft je mooi de vrijheid om seks te gaan hebben met Jan en allemaal. Ja, maar Perry, je moet goed begrijpen dat vrouwen hebben ook seksuele gevoelens. Wacht even. Zei je ook? Ja, dat zeg je, want mannen hebben toch ook seksuele gevoelens? Ja. Maar heb ik ooit buiten de deur geneukt? Nee. Heb ik ooit mijn vrouw willen dumpen? Dat ik dacht van, nou, dan krijg ik de helft van haar kapitaal. En ik krijg een maandelijkse bijdrage. Dus wegwezen met die bitch. Want ze heeft buiten de deur geneukt. Dat zou ik terecht vinden. Hè? Nee, maar Perry, dit is seksistisch wat je zegt. Want dan doe je net alsof die vrouwen de enige zijn die gebruik maken van de scheidingswetgeving. Is dat seksistisch of is dat statistisch? Dat is toch zo? En die alleenstaande moeders die al een kerels de deur uit hebben getrapt voor de persoonlijke, economische, sociale vrijheid. En dan iedere maand tevreden kijken op de bankrekening van, oh, de alimentatie is weer binnen. Ja, die neuken buiten de deur maar. En wat krijg je daarvan? En daarvan krijg je ontaarde mensen. In de gevangenissen hebben ze gewoon even gekeken. Heel makkelijk was dat, een statistisch onderzoek. Zijn ze naar een gevangenis toegegaan. Meerdere gevangenissen mag ik aannemen. En hebben ze aan al die mensen die daar zaten, die daar vast zaten. Dus niet voor het werk, maar die daar vast zaten. Hebben ze gevraagd, hoe was het contact met je vader? En al die mensen zeiden, 75% zeiden, maar ja, mijn vader, dat is een of andere kuthommel, volgens me. Een kloothommel, moet je zeggen. Dat was een kloothommel, volgens mijn moeder. Het is maar goed dat hij de deur uit is. En het is terecht dat hij nog steeds maandelijks betaalt. Ja. Al die mensen ontaarden. En die mannen die belanden dan in de gevangenis, of voor drugshandel, of geweldsmisdrijven, of
financiële misdrijven, ja, zeg het maar. En die vrouwen, ja, die... Mijn dochter is totaal op de hand van mijn moeder. Mijn moeder van mijn kind. Ook van mijn eigen moeder trouwens. Is daar helemaal mee eens. Heb ik daar al dat werk voor gedaan? Ik heb mijn dochter leren schrijven. Ik heb haar leren rekenen. Ik heb haar leren steppen. Ik heb haar leren fietsen. Ik heb haar leren zwemmen. Ik heb haar algemene kennis bijgebracht over biologie en scheikunde en natuurkunde. En mijn dochter vertelde me laatst dat zij haar IQ is gemeten. En dat was minimaal 120. Ik kom aan het punt dat ik denk, wat jammer. Toen haar moeder, dus mijn vrouw, dat was mijn kind, was 4 of zo, 5. En die wilde op zoek naar haar seksualiteit. Van ja, die, ik ben een beetje uitgevoeld op jouw penis of zo. Want die andere man is ook wel interessant. Toen had ik de hele boel in de steek moeten laten. En dat heb ik niet gedaan. Ik heb het zo lang mogelijk proberen vol te houden in de hoop dat mijn dochter de fijnheid van het bestaan, het liefdevolle, dat ze dat zou ontmoeten. Nee, het zijn aliens en die horen niet op deze aarde. Ze willen de aarde overnemen en dat lukt ze heel behoorlijk. De belasting op de toegevoegde waarde. Een schandalige vorm van belasting. Die gaat binnenkort naar 23%. Dat is al aangekondigd in het Europees Parlement. En die mensen zoals de moeder van mijn kind en mijn kind, die hebben zoiets van, nou, we maken het uit. Een paar bommen op Irak. Daar hebben wij toch geen last van. Ja, wij betalen voor die bommen op Irak. Maar die bommen vallen niet hier in Gelderland. Nee, die vallen op Irak. Ja, dat hoor je helemaal niet. En trouwens, je doet je oortjes in van je iPad. En dan luister je fijn naar Justin Bieber of zo. Of Miley Cyrus. Of Lady Gaga. En horen wij die bommen op Irak niet. Ja. Nee, het is een mooie boel. We zijn hopeloos verloren. Maar dat waren we al. Dat weet ik best al heel lang. Het wordt alleen maar erger. Arthur Schopenhauer, een Duitse schrijver uit het begin van de 19e eeuw. Die heeft dat gezegd. Het allerergste komt nog. Op zijn Engels, the worst is yet to come. En hoe het op zijn Duits leidt, dat luidt, dat weet ik niet. Het was natuurlijk een Duitse uitspraak, want Arthur Schopenhauer is geboren en opgegroeid in Duitsland. En gestorven, voor mij. Die sprak Duits. En schreef Duits. Arthur Schopenhauer kon ook Frans en Spaans en Grieks en Latijn, natuurlijk. Engels. Arthur Schopenhauer was een onheilsprofeet. Ja, vind je het gek? Het was best een inkoppertje van hem. Van ja, als mensen zo stupide zijn en zich zo laten ringeloren door die buitenaardse wezens. Zoals Jorge Mario Bergoglio. Ja. Hou er maar mee op. Ja, maar Perry, wat moeten wij dan gaan doen? Punt 1. Lees de koning Jacobus Bijbel. De King James. Op zijn Engels. Hè. Probeer die te begrijpen. En als je niet het intellectuele vermogen hebt om dat boek te begrijpen,
Dan laat jezelf steriliseren. Veroorzaak geen nieuwe mensen. Ja? Ja, het is vastgesteld dat mensen die geboren worden van echt hele domme ouders, ook al hebben ze een fraai ontwikkeld brein, maar van hele domme ouders krijg je hele domme kinderen. En mijn dochter heeft dan een IQ van 120. Dat vind ik leuk. Dat vind ik wel prachtig. Maar moraliteit, no way. Die luistert naar haar moeder. Dus mijn dochter heeft van haar moeder te horen gekregen vanaf het moment dat ze goed kon begrijpen, dus vanaf het derde, vierde jaar, dat ik een ongelofelijke ehol ben. Want toen had die moeder al tegen mij gezegd van jij doet wat ik zeg en anders zorg ik ervoor dat jij je dochter niet meer ziet. Nou, ik heb niet gedaan wat zij zei en inmiddels zie ik mijn dochter niet meer. Nou, zie je nou wel, Piri? Die vrouwen zijn dus toch de baas. Ja, maar het kind waar we het over hebben heeft een moraal van helemaal niks, man. Ik zou haar niet in mijn bed willen hebben. Dat heeft niks te maken met het feit dat ik geen pederaster ben en ik ga niet mijn dochter neuken, ben je een maf. Maar los daarvan, als ik haar leeftijd was, no way. Ben jij een maf? Jammer, Piri, dit klinkt negatief. Hoezo? Ik ben er toch achter gekomen? Ja, maar waar heb je dan al die energie in gestoken? Niks. Niks. Ze heeft haar eerste vriend al gedumpt. Arme jongen. Dat was een goede bloke, hoor. Echt een fijne vent. Ik mocht hem. Ik denk, oké, you can check my daughter. Hij zat op voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Of eerst nog HAVO, maar dan wilde hij VWO gaan doen. Of hij ging gelijk naar het HBO. En iets van elektrotechniek. Ik denk, ja, dan heb je een goede kerel. Ja. Maar die aliens, zoals mijn dochter, die denken alleen maar aan leuke dingen doen. Als ik mijn dochter bel op haar mobiel. Ja, punt 1, ze is de godganse tijd haar mobiel kwijt. Of de oplader is weer leeg of whatever. En in die tijd dat ze dan met die vriend ging, die eerste vriend. Dan kon ik die eerste vriend bellen. Dan zeg ik, hallo, spreek met Perry. Ik heb een vraag. Hoe laat komen jullie hier? Want we zouden eten vanavond in mijn appartement. En moet ik voor twee personen, voor mij en mijn dochter, of ook voor jou gaan koken? En dan zei die vriend van haar tegen mij, we zitten in Amsterdam bij het Hard Rock Café, want daar hebben ze heerlijke, weet ik weer, van die varkensmuik. Ribbetjes, zei dat. Spare ribs, op zijn Engels. Hebben ze heerlijke speerrips. En we zitten in de buurt van het Leidseplein. En ik zei tegen haar vriend van nou, dat had mijn dochter even aan mij door moeten geven. Want ik zit te wachten totdat ik boodschappen kan doen, zodat ik weet voor hoeveel personen. Nou, mijn dochter zat lekker in Amsterdam. Wat maakt het ook uit dat je een afspraak hebt gemaakt met je bloedeigen vader? Nou, dat weet ik nog niet eens of ze wel mijn bloed eigen is. Maar ik weet wel dat ik haar heb leren lezen, leren schrijven en de rest. Maar geen respect. Helemaal niks. Aliens zijn dat. En wat gaat er gebeuren met die aliens? Nou, die gaan net als ik en de mijne. I and I. Dat zei Bob Marley. I and I. Die gaan allemaal dood. Alleen ik ga niet dood. Ik zou niet weten waarom. Mijn lichaam gaat bezwijken. Ja, nou en? Moet ik mij daar zorgen over maken? Nou, ik dacht het even niet. En dat zijn de aliens. Ja, die zijn bang om dood te gaan. Ja. De aliens die zijn op zoek naar een nieuwe planeet waar ze wel kunnen overleven. Ja.
Er is ook een boek, Fox's Book of Martyrs. Dus, het boek van Foxen, der martelaren. En die is €32,91. Nee, 19 moet ik zeggen. Sorry, ik luister zoveel naar Engels. Hè. Dat is 32, 19. 19. Het is wel een dure, lijkt me. Maar je kan hem zo downloaden in de PDF, hoor. Zo'n PDF, zo'n portable document format. Het is encapsulated postscript. Ik ben toch totaal beu met die hele wereld. Stel ik je mafketels. Misschien dat jullie het wel weten. Dat zou ik heel fijn vinden. Maar al weten jullie het niet en snap je het ook niet naar wat ik gezegd heb. En snap je niet wat voor een groot probleem er is met alleenstaande moeders. Ja, als je dat niet eens begrijpt. Hè? Wat ben je dan waard? Ik denk dat ik meer heb aan een stoeptegel. Die kan je nog ergens neerleggen in je tuin en dan een pot erbovenop. Met een schotel eronder. Of dat je van die stoeptegels maak je een looppaadje. Dan kan je nog vanuit je keukendeur naar het schuurtje lopen. De gemiddelde mens heb je helemaal niks aan. Loopt een beetje... De Tweede Wereldoorlog, dat was de schuld van Adolf Hitler. Nee, dat was helemaal niet de schuld van Adolf Hitler. Die arme Adolf Hitler. Ja, hoezo is het zielig voor Adolf Hitler? Want hij heeft toch voornamelijk Duitsers laten vermoorden. En zelf kwam hij uit Oostenrijk. En die Oostenrijkers, dat ging het wel goed mee. Ja, hij heeft wel al die Duitsers laten vermoorden. Ja? Dat wist hij wel. En wij maar een beetje door, patatjes eten. Nou, ik wil mayonaise erbij, want anders heb ik geen leuke avond. En dan ga ik helemaal uit mijn dak. En ik wil béarnaise saus. Dat is mayonaise met dragon erin. En anders word ik boos. Jezus, mijn Christus. Achteraf bezien, hè. Toen haar moeder, toen mijn kind 4 was, of 3 was. Toen zei mijn moeder, mijn moeder van mijn kind. Die zei, als jij niet doet wat ik zeg, dan zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. En toen schrok ik, want ik dacht van mijn kind is nog wel wat te maken. Maar dat is niet zo. Ik had op dat moment met de noorderzon moeten verdwijnen. Van dan zie ik mijn dochter nooit meer, maar ik luister ook niet meer naar jou. Ik ben jouw geoude hoer, meer dan beu. Ik wil leuke dingen doen. En daar hoort niet bij dat ik de afwas doe. Dat doe jij maar. Ja. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.